Goedenavond. Goedenavond en welkom op deze Internationale Vrouwendag. Mijn naam is Suzanne Luger. Ik ben de moderator van vanavond. Op deze avond Amazone en Helden MVX. Ja, wellicht ten overvloede, maar ik wil u vragen om uw telefoon uit te zetten of op stil te zetten. Ik geef een korte introductie van de avond. We gaan ons ongeveer een uurtje bezighouden met Amazone en gender. We hebben twee sprekers die ik dadelijk zal aankondigen. Er is een poëtisch intermezzo en aan het einde is er gelegenheid tot vragen stellen, de zogeheten Q&A. Ondertussen worden wij ook via de livestream door mensen thuis bekeken. Welkom mensen thuis. De reden dat we hier vanavond zijn, is eigenlijk dit boek. Het boek Penthesilea und ihre Schwestern, geschreven door Suzanne Borowski. En zij is ook de eerste spreekster van vanavond. Suzanne is in 2019 gepromoveerd op een onderzoek naar de rol van Amazone in het heldenepos. En dit boek is recent gepubliceerd en voor u te kopen, helaas niet vanavond in deze zaal, maar achter in de zaal ziet u een tafeltje en daar staan flyers op. En die flyers geven u recht op 25% korting op dit prachtige boek als u dat online bestelt bij de uitgeverij Bril. Suzanne Borowski gaat ons vertellen over Penthesilea en zij is docent klassieke talen op het Ignatius Gymnasium in Amsterdam en expert op het gebied van Amazone. Nou, dankjewel voor de inleiding. Ook Suzanne is docent klassieke talen op het Ignatius Gymnasium in Amsterdam. En we hebben ook dat hele promotietraject eigenlijk gedeeld aan bureaus tegenover elkaar zitten. Dus ik ben bijzonder blij dat zij vandaag die avond modereert, die ik eigenlijk dan weer aan haar te danken heb. Omdat zij zei, moet je dat boek van jou niet eigenlijk presenteren? Dus bij deze dan. En ik vind het ook echt ontzettend leuk. Echt ontzettend leuk dat we hier gewoon staan met z'n allen. Of jullie zitten, ik sta. Gewoon, ja, om dit te vieren. Dat was natuurlijk de bedoeling dat het in november plaats zou vinden. En dan gebeurden al die dingen die dan gebeurden. En nu zijn we er dan wel. Goed. Ik ben dus bijzonder blij dat ik vandaag de vraag, wat maakt een held een held? En nu moet ik nog de goede knop vinden. Yes. De vraag, wat maakt een held een held? Vanuit het perspectief van mijn onderzoek over Amazones in het heldenepos kan onderzoeken. Samen met jullie en straks samen met de andere twee sprekers. Toen ik deze vraag op school aan mijn vijfde klas stelde, kreeg ik dit als antwoord. Dat is een word cloud en begrippen die vaker zijn genoemd, die worden groter afgebeeld in zo'n word cloud. Dus dingen als dapper en goed en moedig en goede daden doen, die waren belangrijk. En dezelfde vraag in een andere klas, die leverde een vergelijkbaar resultaat, maar toont een significant verschil. Als jullie even rechts in de hoek kijken, dit is niet gefaked, maar daar stond gewoon Borowski. Nou, ik was natuurlijk heel erg gevleid en verheugd. Maar voor het verhaal van vandaag maakt mijn naam op dit sheet eigenlijk meteen duidelijk. Dat voor de leerlingen, voor de hedendaagse pubers, seksen in de karakterisering van helden niet belangrijk is. Nu ga ik dan toch naar het verleden en specifiek naar het Grieks-Romeinse epos. Heldenepen zijn gedichten die door het vertellen van spannende verhalen het verleden bewaren en het heden waarin ze worden gerecipieerd mede vormgeven. Ze vertellen over liefde en haat, trouw en overspel, oorlog en vrede. Ze zijn gedurende eeuwen de belangrijkste literaire vorm gebleven en ze inspireren toneel, film en ook Netflix tot op de dag van vandaag, zoals jullie op de dia kunnen zien. In een heldenepos treden verschillende helden op, een centrale figuur en diverse kleinere personages die in verschillende delen van de handeling belangrijk zijn. Mijn onderzoek begon met de verbazing daarover
dat in alle Grieks-Romeinse helden epen vrouwen optreden die de wapens grijpen en deelnemen aan het gevecht. En dan niet alleen godinnen, zoals de godin Athena, die godin van de strategische oorlogsvoering, maar ook gewone vrouwen die deel uitmaken van gewone legereenheden. Deze vrouwelijke krijgers behoren tot twee groepen, zoals ik heb laten zien in mijn boek. De ene groep zijn etnische Amazones. Daarmee bedoel ik vrouwen die leden zijn van het mythische ruitervolk van de Amazone en meestal in het gebied rondom de Zwarte Zee worden geplaatst. En dat is helaas precies hetzelfde gebied als waar nu ook wordt gevochten. Ik kan dat dan toch overigens niet zeggen, maar dat is het gebied waar ze vandaan komen. Maar goed, dit is nou niet vrediger, maar nou ja, ik vind hier geen overgang. Oké, op de afbeeldingen kunnen jullie in ieder geval de typische bewapening van etnische Amazones zien. Naast het paard zijn pijl en boog, een dubbele strijdpijl, die is hier te zien. Een dubbele strijdpijl en een halve maanvormig schild, de pelten, typische attributen van de Amazones. De andere groep, ik had dus het over twee groepen etnische Amazones, de andere groepen zijn regionale Amazones. Regionale Amazones worden vaak met dezelfde attributen als etnische Amazones afgebeeld, maar ze zijn afkomstig uit de regio's waar de respectievelijke epen, bijvoorbeeld de Aeneas van Virgilius of de Punica van Silius Italicus, zich afspelen. Ik heb onderzocht hoe Amazones in het Grieks-Romeinse heldenepos in termen van gender worden afgeschilderd. Belangrijk zijn in dit kader de begrippen transgendered en sexual crossover. Het begrip transgendered wordt in de literatuurwetenschap anders dan in het actuele discours gebruikt. Het beschrijft een handeling, bezigheid of een maatschappelijke positie die voor beide seksen openstaat. Voor het gemak ga ik dan bij de seksen van de dichotomie uit. Je kan transgendered dan ook vertalen als gender overkoepelend. Een modern voorbeeld voor een bezigheid die als transgendered, dus open voor zowel mannen als vrouwen wordt beschouwd, is de politiek. Zowel mannen als vrouwen kunnen politici zijn. Bondskanselier is er natuurlijk niet meer, maar iedereen kent dat wel. Dat neemt niet weg dat de persoon, en dat is belangrijk bij transgender, die de rol vervult alsnog in relatie tot zijn of haar seksen wordt beoordeeld. In tegenstelling tot het neutrale transgendered heeft het tweede begrip, sexual crossover, een negatieve connotatie. Een persoon neemt een rol of gedraging op zich die is voorbehouden aan de andere seksen, bijvoorbeeld de zorg voor een baby. Op dit ondertussen al een paar jaar oude plaatje staat de acteur Daniel Craig, de vertolker van James Bond, met zijn kind in een draagdoek afgebeeld. Dit werd door de twitteraar in kwestie als grensoverschrijdend gedrag ervaren. Niet alleen voor de acteur, maar vooral ook voor het personage dat hij vertolkt. Amazones in kunst en literatuur worden in de wetenschap regelmatig als niet-vrouwen, als barbaren, als personificaties van mannelijke angsten, kortom als het andere in elk opzicht gecategoriseerd. Als vrouwelijke personages horen ze niet thuis in de door mannen gedomineerde en door oorlogshandelingen gekarakteriseerde wereld van het Grieks-Romeinse epos. Al hun optreden in de strijd wordt gezien als sexual crossover. Toen ik begon met mijn onderzoek, nam ik deze opvattingen als overtuigend aan en verwachtte dan ook dat mijn onderzoek naar Amazones in het heldenepos een bevestiging van dit beeld zou opleveren. Maar niets is minder waar. De kern van mijn betoog is dat vrouwelijke krijgers in het epos niet anders worden afgeschilderd dan mannelijke. Ze zijn krijgers en helden. Ze worden ook als zodanig afgebeeld, zoals je inderdaad op dit plaatje ook weer kunt zien. Hun optreden wordt echter wel anders geïnterpreteerd. Cliffhanger. Vandaag zal ik met de figuur van de regionale Amazone Camilla uit de Aeneas van Virgilius een heldin presenteren die al eeuwenlang gerecipieerd is. Daarnaast zal ik een voorbeeld geven van de reflectie op genderstereotypen in Quintus Smeneus Postumerica.
Virgilius Aeneas is de literaire verwerking van de stichtingsmythe van Rome. Aeneas, de eponieme hoofdpersoon, is als een van de weinige overlevenden gevlucht uit het brandende Troje en door het fatum, de lotsbestemming, aangewezen om een nieuw Troje te stichten in Italië. Dit gaat gepaard met hevige gevechten tegen de inheemse bevolking, die onder de leiding van de Latijnse koning Turnus weerstand biedt. Koningin Camilla, in de secundaire literatuur wordt ze stevast prinses genoemd, komt Turnus met haar uit mannelijke en vrouwelijke soldaten gemengd contingent te hulp. Ritsel. Zij overlegt met hem over de tegen de Trojaanse indringer te volgen strategie en ze wordt in schitterende termen in het gevecht beschreven. Te sterk om in een gevecht één op één te worden overwonnen, wordt zij uit een hinderlaag vermoord en geeft met haar laatste adem nog instructies over de nu te volgen strategie. Nadat uiteindelijk ook Turnus is gesneuveld, heeft Aeneas de strijd gewonnen. Hij zelf en zijn mannen trouwen met de vrouwen van de overwonnen Italische volkeren. Zo wordt ook het volk van Camilla deel van de voorouders van de Romeinen. Dit als zodanig spreekt ervoor dat Camilla en haar vrouwelijke krijgers in hun handelen volledig geaccepteerd zijn. Camilla wordt door Virgilius op twee manieren gekarakteriseerd. Als vrouw en als generaal. Net als Turnus of Aeneas draagt zij de purperen mantel en gouden sieraden van een heerser. Bij haar wordt dit echter als een verwijzing naar een typisch vrouwelijke liefde voor bling-bling geïnterpreteerd. Net als andere helden schept zij op over haar daden. Bij haar wordt dat psychologiserend als tekstimmanente erkenning van haar grensoverschrijdend gedrag geïnterpreteerd. Haar dubbele karakterisering werd tot in het recente verleden niet als zodanig waargenomen, maar gold integendeel als bewijs voor de opvatting dat elke afwijking van de normatieve man-vrouw dichotomie in het epos als grensoverschrijdend moest worden afgestraft. Zelfs haar dood in de strijd, toch het natuurlijke einde voor de epische krijger, werd als straf voor haar vechten gezien. In de Grieks-Romeinse oudheid, toen mannen nog echte mannen en vrouwen nog echte vrouwen waren, kon een afschildering van een vrouw in de strijd alleen maar bedoeld zijn om grensoverschrijdend gedrag aan de kaak te stellen. Of niet soms. Uit de tijd van Virgilius is naar mijn weten geen tekst overgeleverd die expliciet reflecteert op de vraag of vrouwen wel of niet actief aan oorlogshandelingen deel kunnen nemen. In de Hellenistische derde eeuw na Christus heeft die discussie wel plaatsgevonden en een weerslag ervan vindt zich in de Postomerica van Quintus Manneus. Quintus Manneus sluit in zijn epos nadrukkelijk aan bij het werk van Homerus, die met zijn Ilias en Odyssee als grondlegger van de westerse literatuur geldt. Bij Quintus lezen we de verhalen die zich afspelen tussen het einde van de Ilias, de dood van Hector en het begin van de Odyssee, de terugreis van de Grieken na 10 jaar oorlog. Quintus vertelt uitgebreid over de heldendaden van de etnische Amazone Penthesilea, over de Ethiopische en dus waarschijnlijk zwarte legerleider Memnon, over de dood van Achilles, over Odysseus' list van het paard en tenslotte over de verovering van Troje. Memnon, die als tegenhanger van Achilles is geconcipieerd, en Penthesilea, die als tweede Hector wordt gekarakteriseerd, zijn de twee belangrijkste bondgenoten van Troje. Al de parallele presentatie van Penthesilea en Hector, Achilles en Memnon, laat zien dat ze alle vier gelijkwaardige krijgers zijn en dat ze vertegenwoordigers zijn van hetzelfde waardesysteem. Quintus Manneus is, voor zover de overlevering deze conclusie toelaat, de enige auteur die een expliciete reflectie op de vraag of vrouwen moeten en kunnen vechten opneemt in zijn epos. De Trojaanse vrouwen zien de Amazone Penthesilea vanaf de stadsmuur vechten. Een van de vrouwen, Hippodamea, raakt door het voorbeeld van Penthesilea geïnspireerd en roept de Trojaanse vrouwen op om ook te vechten en zichzelf en hun stad te verdedigen. Ze hebben minstens evenveel reden om te vechten en hebben bovendien mentaal en fysiek dezelfde eigenschappen als de mannen die in het slagveld staan, argumenteert Hippodamea. Een andere vrouw, Theano, spreekt daartegen. Zij wijst erop dat de Trojaanse vrouwen en mannen weliswaar dezelfde dispositie hebben,
dat de Trojaanse vrouwenechten, anders dan de Amazone, geenerlei opleiding hebben genoten. Over het algemeen kunnen zij dus vechten, maar in dit concrete geval op grond van hun ontbrekende training niet. Al 2000 jaar geleden is het dus blijkbaar een maatschappelijk nature-nurture debat geweest, dat, zoals zoveel maatschappelijke debatten, in elke generatie opnieuw gevoerd wordt. Wat maakt dus een held in het epos? Overduidelijk belangrijk zijn aspecten die ook mijn leerlingen spontaan noemden, zoals dapperheid en bekwaamheid in de strijd, het uiterlijk, de afkomst en inspirerend leiderschap. Het geslacht van de protagonisten is, zoals mijn leerlingen al suggereerden, niet relevant voor de beoordeling van de krijgers. Wat kunnen we dan leren van Penthesilea en haar zussen? Epen vertellen over elk aspect van het leven, zoals ik in mijn inleiding heb gezegd. Misschien is het aan de tijd om te begrijpen dat echte mannen en echte vrouwen, ook in de oudheid, in ieder geval in de wereld van het epos, net zoveel of weinig van elkaar verschillen als in onze wereld. Ze waren echte vrouwen, echte mannen, echte krijgers, echte helden en droegen als rolmodellen voor mannen en vrouwen dezelfde epische waardes uit. Dank jullie voor jullie aandacht. Ik ben erg benieuwd naar wat anderen te melden hebben. Oh ja. Dankjewel, Suzanne. Ik kan me voorstellen dat mensen vragen hebben, maar die moet je dus nog even opsparen. Ik introduceer nu graag de tweede spreker van vanavond. Dat is Maaike Meijer. Maaike is emeritus hoogleraar gender studies van de Universiteit van Maastricht. En heeft gepubliceerd, publiceert nu in de Groene Amsterdammer. En is ook biograaf van Vazalis. En op het ogenblik bezig met een boek over mannelijkheid. Hallo. Ik vind dat een interessante stellingname is die Suzanne Borowski uitvoerig onderbouwt. Episch heldendom, het strijden in een oorlog, lijkt bij de Grieken en de Romeinen transgenderd, oftewel seksneutraal. Vrouwen worden even serieus genomen als strijders als mannen. De categorie gender verdwijnt dus, verdampt. In de nabijheid van de categorie strijder. En Borowski laat dat zien door alle passages te onderzoeken in zowat alle antieke Griekse en Latijnse bronnen, waar sprake is van Amazones, die heldhaftige vechtsters die optreden als bondgenoten, dan wel als bondgenoten van de vijand. En zij noemt die strijdende Amazones een bouwvorm. En dat is een begrip dat ontleend is aan Eberhard Lemmert, Bouwvormen des Erzählens uit 1955. Dat is een vroeg theoretisch werk op het gebied van de narratologie. Als ik Suzanne's proefschrift goed begrijp, dan is het optreden van de Amazones een topos. Dat is een vast verhaalelement dat opduikt in de context van strijd. En dat is vergelijkbaar met een topos, dus een vast verhaalelement als ten strijde trekken, afscheid nemen van het thuisfront, overwinnen van de vijand, wraak, nederlaag. Dat vind je, dat zijn gewoon de bouwvormen of de vaste elementen in zo'n heldenverhaal. Vaste stations die in het epos worden aangedaan. En je kan er dus bij wijze van spreken in het heldenepos op wachten. Op enig moment komen de Amazones. Of misschien is het eerder zo dat de bouwvorm, het optreden van een bondgenoot, kan worden ingevuld door allerlei andere volken. Je zou dat misschien een topos van diversiteit kunnen noemen. Wij waren in nood, wij redden het zelf niet, maar één bevriend volk, de Volsci, de Etrusken, de Amazones, kwamen ons te hulp. Maar goed, deze specifieke invulling van het topos, bondgenoot komt te hulp, is na de oudheid verdwenen. Daarna geen Amazones meer die met het leger, met hun leger meestrijden, of het de gewoonste zaak van de wereld is.
Zonder commentaar in de geest van hoe is het mogelijk dat vrouwen dit doen? Zijn dit wel echte vrouwen? Ze zijn vast lesbisch, hoe dan ook, het is abnormaal. Dus de vraag is, wat voor wereld was dat? En in wat voor wereld leven wij dan nu? Dat soort vragen wel gesteld worden. En hoe kwamen we dan van daar naar hier? De overgang vandaag naar de huidige fixatie op gender ging geleidelijk. Intrigerend vind ik dat bij de Germanen en de IJslandse, in de IJslandse zagen, bijvoorbeeld eerder de tegenstelling sterk versus zwak was, waarmee mensentypen werden onderscheiden, eerder dan man-vrouw. In die samenlevingen werden namelijk nog krachtige, machtige en rijke vrouwen gewaardeerd. Ze werden niet zozeer gezien als vrouw, maar als machthebber. Dus de basis van de sociale hiërarchie leek daar dan niet zozeer, of in elk geval niet alleen, gender te zijn, maar macht en kracht. Aan de andere kant kennen we natuurlijk ook verhalen van Germaanse mannen die hun vrouwen verdobbelden. En ja, vrouwen als mannelijk bezit en als handelswaar is patriarchaal bij uitstek. Dus het beeld is verre van eenduidig. Daar kom ik ook niet uit. Maar hoe dan ook, wint die man-vrouw oppositie, die tegenstelling die mensen indeelt, historisch gezien in de westerse wereld het als dominante manier om mensen in te delen. En dat heeft zijn weerslag op de literaire verbeelding. In latere Europese epen treffen we dus bondgenoten van allerlei slag, maar geen Amazones. Je ziet ze niet in het Roelandslied, niet in het hele scala van Europese ridderromans. Het Hof van Arthur is a man's world, met vrouwen slechts in de rol van uit de verte aanbeden onbereikbare geliefden. Vrouwelijke helden zijn er in de Europese traditie nog wel, maar ze zijn zeker geen volk, zoals de Amazones. Het zijn vooral uitzonderlijke individuen. Denk maar aan het middeleeuwse lied van Heer Halewijn, waarin een koningsdochter het land bevrijdt van een monster door hem de kop af te hakken met een zwaard. Wie van jullie is dit lied onbekend? Of wie van jullie kent dit lied? Oh, heel weinig, dus kunnen we straks nog even op terugkomen dan. Dat is heel mooi. Verder zijn er sprookjesheldinnen die heel erg heldhaftig hun broers bevrijden van een vloek. Bijvoorbeeld in de Grimms sprookjes de 7 zwanen of de 12 gebroeders. En is er Vasilissa, het Russische sprookje waarin een meisje een dodelijk gevaarlijke heks verslaat. En we kennen natuurlijk ook historische heldinnen als Kenau van Hasselaar, de heldin in het beleg van Haarlem. We kennen vele verzetsheldinnen, Hanni Schaft, Jacoba van Tongeren. Maar vaak is het probleem dat men zich de mannelijke helden een stuk beter herinnert dan de vrouwelijke. Vrouwelijke helden zijn ook vaak totaal genderstereotyp in het Westen en blinken dan uit in deugdzame zuiverheid, zoals de Maagd Maria, als wel in het vermogen eindeloos te wachten, de geduldige Griseldis, heel populair in de middeleeuwen. Die worden vooral aan vrouwen ten voorbeeld gesteld om ons braaf te houden. Het onderstreept de marginale status van heldinnen. Onze culturele herinnering is lek of blind, waar het heldhaftige vrouwen betreft. En daarover laat Susanne Borowski ons nadenken. Ik vind haar boek over de verbeelding van Amazones in antieke bronnen vooral zo boeiend, omdat zij een wereld opent die voor ons moeilijk toegankelijk is. Omdat wij namelijk sinds een paar eeuwen totaal gebrainwashed zijn door het idee dat het seksenverschil tussen mannen en vrouwen alles bepalend is. Zowel fysiek als sociaal als psychologisch horen mannen en vrouwen tot verschillende soorten, aldus dominante denken in onze tijd. Wat onder andere betekent dat mannen een oorlog kunnen uitvechten en vrouwen niet. Hoe automatisch dat is, zie je bij elke oorlogsdreiging.
Vrouwen en kinderen kunnen weg uit Oekraïne, of die vrouwen nu kinderen hebben of niet. Mannen tussen tot 60 jaar moeten hun land verdedigen. Waarom kunnen vrouwen hun land niet verdedigen? Waarom ligt de scheidslijn niet tussen mensen die zorg hebben voor afhankelijke anderen en mensen die zulke zorgtaken niet hebben? Maar dat alleen mannen dat kunnen en dan ook moeten, dat hangt ons als een rood waas voor ogen. En dat is het resultaat van een reeks machtige ideologische interventies die in de oudheid nog niet langs waren geweest. En welke waren dat? Allereerst was dat het christendom. Dat verordoneerde de mindere en afgeleide status van vrouwen op bijbelse gronden. Zie het verhaal, de vrouw is Adams rib. Adam is dus eerst geschapen, belangrijker. Het was in de middeleeuwen serieus de vraag of vrouwen een ziel hadden en de afkeer van het aardse en lichamelijke werd vooral op vrouwen geprojecteerd. Haar lichaam was de poort der hel, haar verleidelijkheid stortte de man in het verderf. En vrouwen waren vooral minder, lager in de hiërarchie. Dat is in grote delen van de wereld natuurlijk nog steeds zo. Maar dit religieuze fundament van de hiërarchie valt weg. Ten tijde van de verlichting. En dat wegvallen van het religieuze fundament wordt dan ook meteen gevolgd door een feministische beweging die gelijkheid voor vrouwen opeiste. Dat lukte niet echt, want na de secularisatie en de verlichting kwam er in de westerse wereld een nieuw fundament voor het seksenverschil. Dat was een wetenschappelijke grond, resultaat van de wetenschappelijke revolutie. Eerder werd heel weinig werk gemaakt van het fysieke verschil tussen mannen en vrouwen. Dat was in het religieuze perspectief niet belangrijk. Waar vrouwen eierstokken hadden van binnen, hadden mannen testikels van buiten. Maar die leken op elkaar, vond men. In het Engels worden die de stones genoemd ook allebei. Waar mannen een penis hadden en een scrotum, hadden vrouwen een vagina en een baarmoeder die wel wat op het scrotum leek. En dan gaan we dat even bekijken. Dat heb ik allemaal geleerd van een fantastische studie van Thomas Laqueur, Making Sex. En daar staan fascinerende plaatjes in. Dit is het torso van een vrouw. Dat zou je niet zeggen, want ze is heel fors. Maar die vrouwelijke vormen en die brede heupen, dat komt allemaal later. Maar tot en met de 17e eeuw werden vrouwen niet zo als lieflijk of gewelfd of zo bekeken. Dat waren gewoon stevige lichamen, net zoals mannen. Maar het interessante is, als je de vagina bekijkt en de baarmoeder, dat precies op de penis lijkt. En ze dachten ook werkelijk dat zo was. Hier zie je twee keer, je zou zeggen dat je een penis ziet, maar je ziet twee keer een vagina, hoe dat van binnen eruit ziet. Dan kun je dus, ja, dat is gewoon een lange buis. En dat eindigt dan in de baarmoeder, dat is een soort scrotum en dat is opengeklapt daar, zodat je er beter in kan kijken. En hier zie je, links is het een man, daar zie je de ballen zitten. De penis en rechts is het de vrouw, dus de vagina met de baarmoeder. En een heleboel anatomen die zeggen ook alsmaar, het lijkt precies op elkaar. Wat de man van buiten heeft, heeft de vrouw van binnen. Dus lichamelijk zijn mannen en vrouwen ongeveer hetzelfde. Of hetzelfde. Ook had niemand het voor de 18e eeuw over de lichamelijke zwakte van vrouwen of haar zogenaamde teergevoeligheid. Ze hadden het wel over dat vrouwen altijd heel veel zin hadden in seks en te veel praten. Maar die zwakte of die teergevoeligheid, dat is een heel recente uitvinding. Dus de legitimatie
van vrouwelijke ondergeschiktheid was aan heel lang vooral religieus. En dat rechtvaardigde het sociale arrangement waarin mannen de macht en het geld hadden en vrouwen al het andere moesten doen. Maar dat verandert dus in de 18e eeuw. De wetenschappelijke revolutie ontdekt dan dat fundamentele biologische verschillen tussen mannen en vrouwen bestaan. En produceert dan opeens hele andere tekeningen van mannelijke en vrouwelijke lichamen, geslachtsorganen, skeletten en schedels. Dan zie je dus, nee, dit is een vrouwelijk skelet. Dat is alleen maar botten, hè? Dus wat daar nou gender aan is, mag Joost weten. Van DNA hadden ze nog geen verstand. Maar ineens hebben vrouwen niet alleen heel andere lichamen, maar ook een hele andere psyche en heel andere sociale vaardigheden. Vandaar komen er ineens gescheiden sferen tussen privé en openbaar, die er in de hele middeleeuwen en de 16e en 17e eeuw nog niet op die manier waren. Dan krijg je ook een cultus van het moederschap, die vrouwen ineens zeer geschikt maakt voor opvoeding en huishouden. Maar wat die twee systemen gemeen hebben, is de fixatie op mannen en vrouwen als de basis van de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. Alleen het fundament is verschillend. Waar we ons nu ten heden ten dagen van ontdoen, is dit allesomvattende systeem van dat essentiële verschil tussen mannen en vrouwen, dat alles bepalend zou zijn. Dus wie weet komen we daar nog eens vanaf. En breekt er een nieuw tijdperk voor de Amazones aan. Het is geen wonder dat Amazones feministen altijd zijn blijven fascineren. Een belangrijk boek bij de start van de tweede golf was bijvoorbeeld T. Grace Atkinson, Amazon Odyssey. De dubbele bijl, symbool van de Amazones, werd door activistische lesbiennes en feministen als sieraad gedragen. En ik wil jullie nu een filmpje laten zien. De stad was van een deel van de documentaire De Stad Was Van Ons. Het gaat over een Vondelparkfestival in 1977. Ik heb het zelf mee georganiseerd. Dat was een soort volksfeest waarbij wij de Amazones door het Vondelpark lieten galopperen en het verhaal vertelden van hun strijdvaardigheid. Het leven van de Amazones, de strijd met de Grieken enzovoort. En daaruit sprak een enorme enthousiasme over de Amazones. Nou, dat filmpje wil ik even laten zien. Het was ook op het journaal. Paarden ook in het Amsterdamse Vondelpark. Hier bereden door zo uit de oudheid opgedoken Amazonen. Het is georganiseerd verleden jaar voor het eerst door een stel vrouwen uit de vrouwenbeweging. Die er zeker van zijn dat er zo'n rijkdom is aan vrouwenactiviteiten. Dat het best onhandig naar buiten gebracht kan worden. Dat het best dus onhandig naar buiten gebracht kan worden. En dat dus we hebben vergaderingen gehad. Toen kwamen mensen met ideeën aan. En een van die ideeën kwam van Carla Schrama. Die kwam op het idee om het Amazone verhaal uit te beelden in het Vondelpark. En zij was bij een manege en zij kon paarden organiseren. En Maaike Meijer heeft toen de tekst geschreven. En toen hadden we daar een enorm Amazone. Henny stond aan de ene kant van het podium, ik stond aan de andere. Dus Henny stond aan de ene kant van het podium, ik stond aan de andere kant van het podium. En dan over dat grasveld speelde zich dat allemaal af. Kleine meisjes met zwaarden. Kleine meisjes met zwaarden. En nou, het was. Daar aan de voet van de oeran, zij boorden zichzelf de Amazones. Zij boorden zichzelf in het Griekse Attica. Athene in het Griekse Attica was pas gesticht. Maar ze schreeuwden eroverheen en ze bluften tegen maar ze schreeuwden eroverheen en ze bluften naar de Amazones toe. Wij durven naar de Amazones toe. Naar Attica! Naar Attica! Attica!
stellen ons voor dat dit jaar in het festival bereiken we een doorlopend festival. Je ziet ook, het was heel druk. Hè? Het hele Vondelpark was helemaal vol. Het was heel enig. Nou, goed. De Amazones hebben enorm tot de verbeelding gesproken. En dat doen ze nu nog. Maar de bewondering voor vrouwelijke helden is inmiddels ook gecompliceerd geraakt. Omdat velen in onze tijd heel anders over mannelijk heldendom zijn gaan denken. Er zijn heel weinig vrouwen die de behoefte hebben om te worden ingelijfd in de rijen van klassiek mannelijke vechtersbazen die er meteen opslaan. Klassiek oorlogsheldendom is niet alleen verbonden met problematisch nationalisme, met wij-zij denken, met illusies over dat het ene volk of het ene ras superieur zou zijn aan het andere, maar ook met opvattingen over mannelijkheid waar vele grote vraagtekens bij plaatsen. In hun eer gekrenkte mannen zijn een gevaar voor de wereld. Kijk maar naar Poetin. Ze zijn kwetsbaar voor het plegen van geweld. Er zijn niet veel mensen meer onder de indruk van brute kracht, van niets ontzien dreigen, van een politiek van liegen, van het fantoom dat een wereldrijk zogenaamd moet worden hersteld. Steeds meer minder mensen trappen er nog in het narcisme van gekwetste trots. Dat je daar een heel volk in meekrijgt, dat lukt alleen door geweld en misinformatie. En daar zijn we nu getuigen van. En mij lijkt ook dat een houding van rust, voorzichtigheid, niet provoceren, niet bezwijken voor de dreiging, voor de verleiding om ook te gaan dreigen, veel heldhaftiger is. De held die zich weet te beheersen, dat is veel meer een held van onze tijd, denk ik. Madeleine Albright, Angela Merkel als hedendaagse Amazones, als Griseldessen 3.0. En omdat in onze tijd de politiek transgenderd aan het worden is, zoals Suzanne al zei, zullen we zien of daardoor de wereldpolitiek enigszins kan veranderen. Een andere interessante ontwikkeling is dat in literatuur en film de mannelijke antiheld allang de standaard hoofdfiguur is. Dus verhalen met helden, die heb je gewoon niet meer. Dat is allemaal, dat is echt inmiddels het verre verleden. In tal van romans en films zien we mannen die falen, die het niet voor elkaar krijgen, die mislukken, die leren af te zien van wraak en die hun kwetsbaarheid aanvaarden. We zijn getuigen van de menswording van die klassieke mannelijke held. Ik schrijf daar nu een boek over onder de titel Radeloze Mannen. Het heldendom is enorm in beweging, dus. En ik dank Suzanne Borowski dat ze ons de gelegenheid gaf om daarover na te denken. Dankjewel. Ik zal een hartig woordje spreken met mijn moeder. In 1977 woonde ik om de hoek van het Vondelpark. Waar was ik? maar goed. Het volgende optreden is van Kirke Otto. Zij gaat een aantal gedichten voordragen. Het betreft het gedicht Penthesilea van Henrik Marsman. Twee gedichten van haarzelf. Rond het thema thuiskomen en op reis gaan. Dat is namelijk ook wat helden doen. Vaak in een andere volgorde. Kirke heeft Griekse, Latijnse taal en cultuur gestudeerd en filosofie. En ze is nu werkzaam als docent en promovenda in Nijmegen. Kirke. Hartelijk dank, Suzanne. En dank voor de uitnodiging. Eerst komt het gedicht van Henrik Marsman. Daar wil ik één ding over zeggen. Penthesilea, zoals Suzanne al noemde, is de koningin van de Amazone. En ze wordt onder andere genoemd in
het epos De Aethiopis uit de 8e eeuw voor Christus, dat helaas niet integraal aan ons is overgeleverd, maar waar we wel samenvattingen van hebben. En in dit epos wordt Penthesilea gedood door Achilles. En het verhaal gaat dan dat Achilles, zodra hij haar lijk ziet, verliefd op haar wordt en daar dan ook wordt uitgelachen. Dat feit, of dat verhaal, duidt er denk ik op dat de figuur van Penthesilea, misschien de Amazone in het algemeen, maar een soort van spannende, dat er een soort spanning is in deze figuur. Dus aan de ene kant die strijdvaardigheid en ook het feit dat ze als een soort strijdvaardige maagd of misschien lesbienne wordt afgebeeld. En aan de andere kant een soort seksualisering daarvan. En ik denk dat dat in het gedicht van Marsman, ook een man, naar voren komt. Dus dat vond ik interessant om met jullie te delen. Hier komt die. Penthesilea. De bronzen kling omheuvelt ademend het schemerdal. Daarachter zinkt de zee een zachte dood. Wuivende zeilen, dromend aan de voet der weke heuvelen, deinende tenten van het maagdenkamp. Penthesilea slaapt. Een laatste vrouw die haar omarmen mocht en sluimeren in het warme schaduwrag van haar flank, bezweken en ineengeworpen, ergens in de tent, buiten de samenhang van zwalpend bloed, achterloos weggelegd, zo ligt haar pantser. Penthesilea slaapt, met haar helm, besmeurd door het zware bloed der late zon, die zij tot aan haar rode dood bevocht, legt zij de ruimte van zich af en wist de dag uit haar versomberd haar en baadt zich lang en loom in schemerschaduw der naderende nacht. Zij peinst. Dit gaat voorbij. Geen deze lievelingen kan de pracht van mijn haren doven in de gloed van matelozer pracht. Geen kan mijn bloed vermoeien tot de dood. Uit elk omarmen schittert het schild van mijn schoot wit stralender. De zuilen mijner schenkels spannen zich rijziger. Uit de verstrengeling der leden puren de mijne kracht en glans. De haren welken week. Zij bloeden als gestorven rozen, rood en zwart. Zij hebben haar angst gekoeld, haar bloed verstroomd. Zij voeren in de boot van mijn omarmen voorbij de dood. Zij zijn bedwelmd van zaligheid, vervoerd. Ik echter reis, als riet, uit strelingen van wind en water, machtiger. Ik breek de dood die zij me willen schenken, die ik zelf verbijt, achteloos schier. Er is geen schoot waarin ik duizelend verzinken kan. Er is geen vrouw die mij de dronkenschap, het zelfvergeten, storten kan in mond en hart. Er is een man misschien, schreiend om dit verlang, hunkerend naar verraad en ondergang, en angstig om die beide, diep ontsteld. Weert zij de warende gestalt die door haar tent sluipt, vaag en overal, en kantelt zich en klemt zich aan de wand. Dat was Penthesilea van Hendrik Marsman. De volgende twee gedichten zijn van mijn eigen hand. En die gaan niet zozeer over vechten, maar die gaan over een ander aspect wat volgens mij belangrijk is als we kijken naar hoe helden in epen worden afgebeeld. Bij sommige epen krijg ik het idee dat het vechten of datgene wat mannen doen als ze op reis gaan, om ergens de held uit te hangen, niet zozeer het belangrijke punt is. Het gaat er niet zozeer om wat ze doen, maar het gaat er meer om dat ze ergens heen gaan en ook vooral dat ze daarna weer terugkeren. Dat kun je in de Odyssee natuurlijk heel duidelijk zien, want daar gaat Odysseus naar huis toe, waar zijn vrouw Penelope al 20 jaar op hem aan het wachten is. Maar ook bijvoorbeeld in de Argonautica van Apollonius Rhodius is dat volgens mij erg duidelijk. Dus dan gaat een groep helden gaat op reis om een gulden vlies te stelen. Dus een soort glimmend schapenvel. En dat gulden vlies lijkt een beetje een soort excuus te zijn om een heldhaftige reis te ondernemen. Er wordt dus ook veel nadruk gelegd op het feit dat ze op reis gaan en het feit dat ze weer terug moeten keren. Dat doet mij allemaal een beetje denken aan een manier waarop wij in onze huidige samenleving wel nog steeds over helden nadenken. Namelijk de maanlanding. De vorige eeuw. De maanlanding is een soort
De mensen die op de maan zijn geweest zijn helden, zo worden ze gepresenteerd. En hun reis is eigenlijk volkomen onzinnig. Wat doen ze nou op die maan? Ze zijn daar en het gaat erom dat ze daar naartoe gaan en het gaat erom dat ze weer terugkomen. Dat is ook uit de bekende speech van Kennedy. Het punt is om een man op de maan te zetten en hem weer terug te brengen. Dus over dat thema van reizen en terugkomen gaan de volgende twee gedichten. Ik geloof in de maan zoals iemand vroeger in een god. Haar hoofd groot in mijn studeerkamer. Het wordt ochtend en ik waad de zee in tot mijn navel. Ik laat mijn vlieger opgaan tot het einde van het touw. Dit is het ondiepe dat ik geen naam heb gegeven, dat te dichtbij is om een vlag te planten. Een man op de maan zetten en hem terughalen. De maan is als een spiegel die de zee voor haar gezicht houdt. Helden zijn mensen die ergens heen gaan en thuis worden ontvangen door een hond. Een gouden deken stelen om warm onder te slapen. Ze varen uit, zo ver als je kunt reizen in een ochtend. Dan het tweede gedicht, over thuiskomen. Dag lieve straat, met het huis en de heg en het bed waar ik slaap. Waar ik mijn dwaallicht elke ochtend zie ontwaken. Uit de lakens die wanneer ik terugval in mijn lichaam, dat lichaam kunnen bergen en bewaren. Waar ik terugkom in de diepe nacht, nadat ik lang en blind naar huis toe ben gereisd en heel de dag volkomen elders onder heb gebracht. Dan leidt mijn waakvlam mij naar deze tuin, als de papavers die ook vorig jaar daar waren en heel ver weg een winter lang hebben geslapen. Terug in de tuin in het diepst van de nacht, waar jij mij tegemoet springt uit het lange gras. Terug bij het huis, om te wonen en veilig te slapen. En om elkaar zo blij en zo terloops te treffen. Op de kern van een plek waar we niets afspraken. Dank jullie wel. Nou, dan is dit het moment. Oh. Dan is dit het moment dat jullie de vragen kunnen stellen die al de hele avond op je lippen branden. Is er iemand die iets wil vragen aan een van de sprekers? Dan moet je altijd even wachten en dan komt er wel wat. Ja, een vraag. Ik vroeg me af of er misschien ook gedichten zijn van vrouwelijke dichters die over die knappe Grieken gedicht schrijven. Want dat zijn toch echt hele leuke mannen. Ja, ik kan niet zo gauw een voorbeeld bedenken, maar die zullen er ongetwijfeld wel zijn. Maar ik denk wel dat mannelijke krijgers niet zozeer worden geseksualiseerd als ze aan het strijden zijn. Terwijl bij de Amazone heb je natuurlijk het feit dat één borst ontbloot is. Dat is niet zozeer omdat ze dat zo graag willen tonen, maar omdat ze dan heel effectief pijlen op je kunnen schieten. Maar toch denk ik dat daar een soort, een soort spanning zit in het feit dat ze aan de ene kant een soort van geseksualiseerd worden door de mannelijke medekrijgers en aan de andere kant een soort heel functioneel kledingstuk aan hebben. Ik weet niet, misschien weet iemand anders een voorbeeld van de inversie van dat Penthesilea gedicht. Ik zou eigenlijk nog wel iets willen zeggen over die borsten. Ja. De dames en de borsten. Want het is inderdaad zo, we zagen dat ook in jouw filmpje. Die dames hadden ook allemaal één borst ontbloot. Zo worden ze inderdaad vaak ook afgebeeld. Als je kijkt naar afbeeldingen uit de oudheid zelf, dan hebben ze nooit, zijn ze niet zo geseksualiseerd. Hebben ze meer zo'n harlekijnpakje aan? Ja, dan hebben ze inderdaad een harlekijnpakje aan, want dat was het pakje van de Oosterse vijanden. Dus ze hadden dus een broek aan, dat soort dingen. Nee, maar die ontblote borst, die spreekt blijkbaar ontzettend tot verbeelding. En wordt inderdaad ook altijd als geseksualiseerd gezien. Maar wat je net zei, dat eigenlijk gaat om vrijheid, ook bij mannen vrijheid om te vechten, dat is bij mannen precies hetzelfde. Mannen worden ook met een ontblote borst afgebeeld, alleen hebben ze dus geen borst die er dan te zien is. Mm-hmm. Of tenminste niet zo opvallend.
Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is dat niet automatisch het feit dat vrouwen een borst ontbloot hebben, ook in de literatuur niet, betekent dat ze daardoor erotiseerd worden. Mm-hmm. Want ook zelfs in de antieke commentaren zelf, dat is voor de klassici altijd een enorm ding, de antieke commentaren, wat de antieke mensen zelf hebben gezegd over hun teksten, zeggen ze het feit dat ze de borst hebben ontbloot, betekent dat ze dapper vechten. Mm-hmm. Ja. Ja. Ik vind het echt heel opmerkelijk van jouw onderzoek dat het duurt tot de derde eeuw na Christus voordat iemand iets zegt over zijn vrouwen wel in staat om te vechten, hè, in een oorlog. Dat dus al die eeuwen daarvoor, dat iedereen het de normaalste zaak van de wereld vindt. Nou, dat weet ik ook niet. Ik heb natuurlijk alleen maar epen onderzocht. Dus het is natuurlijk wel een heel specifieke vorm van literatuur. Dat is epos voor een kleine bevolkingslaag die met deze vorm van literatuur zich bezighoudt. En het feit dat wij niet weten dat er iets is, betekent niet dat het er niet is geweest. Dat de discussie er niet is geweest. Want er is natuurlijk maar een fractie overgeleverd van teksten. Ja, maar ik ben toch wel onder de indruk dat je zo'n beetje elk epos dat bewaard is gebleven, heb je hierop onderzocht. En ja, en dat echt het heel duidelijk is dat alle interpretaties van Amazones later, dat die aankomen zetten met God, kunnen vrouwen dat wel? Dus dat allemaal, en de erotisering en het in twijfel trekken en zeggen ja, ze werd verslagen, dus ze kon het ook helemaal niet. Dat allemaal van later, dat dat allemaal latere shit is. Ja. Dat vind ik heel, heel, en ook wat je ook heel duidelijk maakt, is dat in de antieke literatuurwetenschap ook niemand het eigenlijk echt goed doorheeft. Nou, dat het later interpretatie is. Zo ver zou ik niet gaan, maar heel goed. Ja. Ik was de promotor, dus ik heb heel wat gesprekken met Suzanne. Maar hier moet ik toch even ingrijpen. Het vervelende is toch dat mijn geliefde Homerus een iets ander beeld schept. Want daar heb je ook goden en godinnen die van tijd tot tijd vanuit de Olympus afdalen en ook een robbertje mee gaan vechten. En als dat dan vrouwen zijn, die worden toch wel heel erg oenig uitgebeeld. Hè? Dan is Afrodite, die gaat ook een beetje vechten en heeft zijn wond. En dan gaat ze huilend naar Zeus en ik ben gewond. Dus ik vrees dat het beeld iets genuanceerder ligt. En het interessante is dus dat toch, en ook vrouwen bij Homerus worden toch ook nog wel vaker, zegt Telemachus tegen zijn moeder, zegt vrouwen horen bij het aanrecht, ga jij naar boven. Mythos andressi melese, hè? Het woord hoort bij de mannen. Dus je moet een beetje uitkijken om nu te denken dat het allemaal zo prima was met de vrouw. Op de een of andere manier, en dat is natuurlijk het interessante van dit onderwerp, is juist in de context van strijd, dan, hè, dus politiek, ik vrees dat een Merkel komt echt niet voor bij Homerus, maar juist in op het punt van de strijd, dan vervagen die. Nee, maar precies daar ging het mij natuurlijk ook om. Die Afrodite is natuurlijk ook in haar hele wezen geen vrouw die kan vechten. Maar het feit, ik denk wel dat het feit dat in het Grieks-Romeins pantheon in Athena ook voorkomt. En een godin die de godin is van de oorlog. Dat natuurlijk wel ook zijn weerslag heeft in het feit hoe vrouwen werden waargenomen in het gevecht. En dat is natuurlijk ook niet, het is natuurlijk heel breed. Waar het mij om gaat is vast te stellen dat het niet, dat ook in het epos, of dat juist in het epos vechtende vrouwen voorkomen. En als je dat weet, je ziet alleen maar wat je zoekt. En sinds in de afgelopen 20 jaar met bijvoorbeeld DNA-onderzoek, is zo ongelooflijk veel naar buiten gekomen over niet rolconform, wat wij dan niet rolconform vinden, gedrag van vrouwen. Met name, en ik heb het natuurlijk de hele tijd dan over het vechten en het heldendom dan. Ik vond het heel fascinerend dat bijvoorbeeld in Engeland een snelweg is gebouwd. En dan hebben ze snel een opgraving gedaan, want er moest snel een opgraving worden gedaan. En dan hebben ze
in ruitergraf gevonden. Nou, ruitergraf is sowieso totaal ongebruikelijk. Was van het Romeinse leger. Dan hebben ze daar, de Romeinse legers, die hadden hulptroepen altijd. Die hulptroepen waren uit andere landen. Die hulptroepen kwamen uit Dacië, dus waar de Amazones vandaan komen. En die ruiter, die dus met zijn wapens en zijn paard, heel duur, hè, paard en alles begraven is, even een beetje DNA schrapen, een vrouw heeft in het Romeinse leger een vrouw, één vrouw, weten we 100%. En ja, als er eentje is, hè, dan heb je tenminste iets om naar te zoeken. Maar er zijn er ook meer gevonden, hè? Nee, ja, inderdaad, er zijn ondertussen wel meer gevonden. Maar goed, ik ben geen archeoloog, dus... Ja, ik heb niet zozeer een vraag, maar een opmerking over vrouwen in het leger. Ik weet niet of iemand daar nog meer van weet, maar Oekraïns leger, die hebben 4.500 dames. Die ook, neem ik aan, nu in gevecht zijn, maar daar hoor je helemaal niets van je. Nee, dat vind ik heel interessant. Er zijn natuurlijk in de geschiedenis door heel veel vrouwenlegers geweest. Er is een boek over, De oorlog heeft geen vrouwen gezegd, van Alexejewitsch. Oh, ja, ja, ja. En dat gaat over vrouwen in Russische legers. En dat waren er heel veel. In de Tweede Wereldoorlog hebben enorme bataljons vrouwelijke soldaten gediend. Maar het gaat ook over hoe die zich konden handhaven. En hoe ze werden bejegend. Dus als ze na jaren vechten terugkwamen in hun gemeenschappen, dan werden ze gewoon als outcasts behandeld, omdat ze te mannelijk waren geworden. Dat zijn allemaal fascinerende geschiedenissen. Ja. Ja, het viel me op omdat het nu helemaal uit zicht wordt gehouden. Wat wel in zicht is geweest, een paar jaar terug, ik weet of die mensen nog foto's hebben gezien, van die dames die moesten een parade, de soldaten, en de vrouwen moesten hakjes aan. Dat was een hele belachelijke foto. Er is heel veel kritiek ook geweest in Oekraïne zelf. Maar dat is dus een heel groot onderdeel van het leger. Dat was meer een opmerking. Ik weet niet of het nou bewust helemaal uit het zicht wordt gehouden. Dat is... Ja. Nou, dat vind ik typisch iets wat in onze westerse media erg onderschat wordt. Of gedaan wordt alsof het er niet is. Maar ik vind dat in het Oostblok de participatie van vrouwen in het dagelijks leven en in het gewone algemeen veel hoger is dan bijvoorbeeld in Nederland, het ongeveer het meest conservatieve land van Europa wat dat betreft. En er wordt in die zin, verbaast het mij niks dat er zoveel vrouwen dan in het Oekraïns leger zitten. Maar dat horen wij niet, omdat we dat ook gewoon niet zien. We zien niet dat het in het communistische regime... Nou, sorry. Nou, ik wil ook wat zeggen. Want wat ik laatst op het nieuws zag, en toen dacht ik, hey, dan zijn er dus inderdaad vrouwen in het Oekraïnse leger. Dat waren een Oekraïnse mannelijke en vrouwelijke soldaat, die gingen trouwen. Dacht ik, dat komt dan in het nieuws. Is dat niet interessant? In een camouflagepak met een bruidsboeketje. Ja, er was ook wel een nieuwsitem over een 80-jarige vrouw die zich kwam aanmelden als soldaat in het leger. Dat vond ik ook geweldig. Maar inderdaad, zodra het oorlog wordt, dan begint seksen onmiddellijk heel primitief te worden. Dus dan is het mannen moeten vechten en vrouwen die moeten andere dingen doen. En dan zie je dus niet meer dat er in een heleboel landen inderdaad gewoon vrouwen meevechten in het leger, wat wel degelijk gebeurt. In het Nederlandse leger zitten natuurlijk ook een heleboel vrouwen nu. Ik weet niet of we nu echt ons heel diep moeten laten gaan in een discussie over het leger.
van de Oekraïne. Maar schoot mij dan nog over die erotisering weer terug. Wat het punt is, waar het volgens mij misgaat, is dat het als tegenstelling wordt gezien. Dat het vechten en het erotiseren, dat het de tegenstelling is. Het is gewoon, Achilles wordt verliefd op een krijgsvrouw. En het is niet zo dat ze geen krijgsvrouw meer is, alleen omdat ze dood is. Dus hij ziet misschien een ander aspect. Maar ik denk dat dat echt belangrijk is. Dat het niet is of erotiek of vechten, maar dat het zowel, en dat is in het epos, zeker ook voor mannen en ook voor vrouwen, die zijn altijd mooi. Helden zijn gewoon mooi. En ja, punt. Volgens mij zijn dat hele mooie afsluitingswoorden. Mag ik iets vragen? Ja. Maar wat vinden jullie van het gegeven dat het klassieke heldenverhaal zo ontzettend op zijn retour is, of nou vanuit de populaire cultuur is verhuisd? Dat de meeste romans en films, die laten een held zien als het een mannelijke held is die het niet redt. Heel vaak. Maaike, wat vind jij van de maanlanding? De manier waarop er over de maanlanding wordt gepraat? Ja, maar dat is niet meer zo algemeen als het lang geleden was. Ja, het is een uitzondering, maar ik heb een beetje het idee dat de astronauten een soort nieuwe argonauten zijn in dat opzicht. Die nieuw terrein gaan winnen. En het gaat inderdaad niet zozeer meer om het strijden, maar het gaat wel om het avontuur, zou ik zeggen. Ja. Ik denk dat dat nog steeds best aanwezig is in populaire cultuur en populair discours. Ja, nou ja, vaak worden wetenschappers ook gezien als helden. Ja, mensen die nieuw terrein winnen op wat voor vlak dan ook. En dat kunnen misschien ook vrouwen zijn, inderdaad. Ja. Maar ik persoonlijk vind het geen slecht ding dat heldendom minder geassocieerd wordt met strijdkracht. Nee, vind ik ook. Vind ik zeker, ik heb daar geen oordeel over, maar het heldendom verplaatst zich naar andere gebieden. Ja. En ik zie alsmaar films en boeken, The Big Lebowski bijvoorbeeld. Hè? Dat is een man die het dus zo ostentatief het heldendom aan zijn laars lapt, die er helemaal geen trek meer in heeft. En dat is een film die ontzettend populair is, hè. Dus mannen die het niet redden, ja, lukt nu gewoon een, niet het meer. Het is een niche, hè? Het is een cultfilm geworden. Want het was aanvankelijk was de Big Lebowski een grote flop. Ja, maar die nieuwe film van Jane Campion, hè, bijvoorbeeld. Hoe heet die ook weer? The Power of the Dog. Dat is toch mannelijk falen ten top gedreven bijna. Hè? Het is mannelijkheid als tragedie. Dat is wat de cultuur ons nu steeds uitserveert. Ja, maar dat is een arthouse film. Als je kijkt naar blockbusters, dan heb je natuurlijk de superheldenfilm, waarin er nog steeds heel veel gespierde mannen voorkomen. En je zou kunnen zeggen dat de superheldenfilm misschien het nieuwe epos is. Volgens mij heeft Koen Vacano daar een. Offert zich ook op voor zijn vrouw. Ja, die heb ik niet gezien. En zijn dochter. Maar de superheld is juist steeds vuilbaarder geworden. Je ziet juist alleen maar de hele tijd, de superheld denkt aan het begin. Ik ben een superheld en ik ben niet te krenken. En dan uiteindelijk wordt hij toch wel ergens doorgekrenkt. Ja, maar dus zoiets zit natuurlijk ook al in Homerus. Ja. Ja. Ik denk dat dit misschien een mooi moment is om het gesprek voor te zetten bij een glaasje. De laatste woord is aan Homerus. Ja, Homerus, first and last. Dank jullie allemaal voor jullie aanwezigheid, vragen en jullie met z'n drieën bedankt voor een prachtige avond. Dankjewel.